onder die 39. Daar is hij weg. En zal het dan zo zijn dat de mannen van Post hier meteen vandaag gewoon klappen uitdelen? Het gaat om seconden, maar het gaat ook om de moreel. Als je met zo'n 4-5 man voor in dat klassement staat, ja, dan is het toch altijd aardig. De kneed. Populair in Duitsland. Zeker. Het was ook in dit land dat hij wereldkampioen werd. Hij is 9 minuten onderweg. Daar komt hij. Nou. Ja hoor, die gaat eronder. Kijk maar. Kijk maar. Jawel. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is een mooie uitgangspositie voor een Nederlandse proloog. Of een goede morgen, dokter 918. Nou kijk, als je rijdt en dan kun je zenuw afreageren. Maar dit is dus een hele belangrijke wedstrijd voor mij. Want als ik deze eventueel zou winnen, dan weten de mensen in Nederland ook weer dat ik leef. Dat wou ik zeggen, ja. Het was wel nodig, hè? Die kan korter rijden. Ja, die wint van je. Ja, dat is jammer. Geef je hem toch een hand? Jawel, jawel. Maar ja, ik baal wel een beetje, maar dat geeft niet. Nou, ja, 4 seconden. Dat is het. Nou, dat is genoeg. Nou, dat is maar 1 seconde. Daar staan ze dan. Klaar om met Zoetemelk in het midden en Jan Raas in zijn groene trui ernaast om, daar is hij, om die beste tijd waar te maken. Om precies 4 uur, en het zal nu daar een paar seconden vandaan zijn, gaan we starten. Daar gaan we. De rally. Knetemann op kop, maakt de tempo, daarachter van de Velde, dan Oosterbosch. Aan de Raas in het midden, zo draaien ze dan die bocht door. Hey, kom eens aan, Jan Raas op de kop, Joop Zoetemelk daarachter, dan Paul Wellens met de bril op. En Oosterbosch moet daar los, Knetemann natuurlijk met de bril op als derde. En Johan van der Velde zit daar nog bij, Raas kijken en praten. Wie en waar, dat is Joop. En de kneet. Eens kijken hoe ze komen. Die Oosterbosch blijft erachteraan. Daar gaan we met Knetemann en Zoetemelk en met Raas en met Wellens en Van der Velde en met Bert Pronk. Dat betekent dat we Lubberding kwijt zijn uit die ploeg. En dat we Priem kwijt zijn. En Oosterbosch moet het inderdaad ook toegeven nu. Kijk, Raas daar eens doortrekken. Zeg, hoe komen die af? Knetemann rechts. In dat wiel helemaal Zoetemelk meegenomen. Raas heeft er alles gegeven op die laatste meters. Knetemann, Zoetemelk, Raas. Prima die finish. Komen daar aan en eenzelfde tijd. Daar zijn ze. Knetemann, Zoetemelk en Van der Velde. Prima was er nog bij. Pronk en Raas. Die zijn over de finish. En nu gaan we naar de tijd kijken. 53-48 is er door ons geklokt. 53-48. Dat zou een geweldige snelle tijd zijn. De winnende tijd. En dat zou dan inderdaad in gaan houden dat Gerrie Knetemann hier de gele trui mag aantrekken. En daar is dan die gele trui. Duitse organisator. Ja, is toch een mooi gezicht, hè? Je hebt hem weer. En ik kan me indenken dat hij er best blij mee is. Daar gaat weer Lubberding. Weer gaat hij. Hij blijft maar gaan. Heeft geen andere mogelijkheid ook. Er zitten tenminste 2 renners in deze groep die sneller zijn. En wat heeft het dan zin om af te wachten? Zijn opdracht is nu om alles of niets te spelen. Alles is de etappezege. Niets is een ereplaats die men morgen alweer vergeten is. Daar een demarrage van Schepers. En nu gaat Lubberding weer. Dit alles speelt zich af in de straten van Luik. Waar opnieuw Lubberding gaat. Mooi spel dat. En dit keer blijft Schepers zitten. Hij denkt, laat die andere het ook maar eens opknappen. Prima. Vierde demarrage van Lubberding. En nu moet Van Kalster komen, maar er zit weinig dash achter. Prima. Heel goed gedaan. Hij is weg. Ja, kijk maar. Van Kalster, kijk maar. Wat een moment. Wat een moment. Schepers toch. 4 Belgen in zijn gezelschap. En de ene Nederlander gaat er vandoor. Terug naar Lubberding. Met het rugnummer 13. Het nummer dat Gerrie Knetemann weigerde. Hem deert het niks. Wat kan mij het schelen, zei hij. 13 of 23 of 93. De benen moeten het doen. En gelijk heeft hij.
Daar is hij. Mensen gaan hier overeind staan, buigen zich voorover om de laatste meters van Henk Lubberding te zien. Wat een schitterende solo heeft hij gereden. Daar komt hij. Fantastisch gedaan. Een hele fijne overwinning en een nieuw Nederlands succes voor Henk Lubberding. Hij zwaait met een vuist naar het publiek. Hij is blij en hij ziet er gezond uit na deze monsterrit. Met rug nummer 20 nu in laatste positie is Paul Wellens, die 10 kilometer voor de finish moest afhaken. Toen gingen de rallies door met 7 man, waarvan Johan van der Velde in de slotfase bijna niet meer op kop kon komen. Hij bungelde voortdurend aan de staart van het groepje. Johan is verkouden, zijn kou heeft ernstigere vormen aangenomen. Trouwens, de rondeartsen hebben verteld dat ongeveer 60 renners lijden aan allerlei ziekten en het ziektebeeld vertoont meestal bronchitis, maar ook pijn aan de knieën, zoals Bernhard Hinault heeft. Rally zou weer uitstekend presteren en zou in de snelste tijd finishen. 24.09.62 brachten ze op de klokken, waarmee 3 minuten en 15 seconden bonificatie werd verkregen. Daardoor won Joop Zoetemelk en wonnen zijn gezellen 1 minuut en 35 seconden bonificatie terug op Ino. Ondanks zijn fout die hij net maakte, mag je toch zeggen dat Van der Velde hier op een geweldige manier doortrekt, hoor. Zou hij nou weer denken dat hij er is? Ja, ik denk het wel, hè. Nu krijgt hij de bel. Hij denkt het weer, hè. Nou, kijkt hij. Neem maar over, zegt hij nu. Als hij het nou de derde keer weer doet, is het heel gezellig, want dan wint hij de etappe. Ja, nu is hij de kop kwijt en eraan ook. Ja, daar gaat Schepers, die kunt u herkennen aan die linkste van de velden die eraf waait. En een wat zwakke poging om volontier na te doen, rijdt hij die Schepers nu op kop. En dat is geen mooi gezicht. Ja, wie leidt nu die sprint voor Jan Raas? Dat moet hij nu helemaal zelf doen. Eens kijken of hij dat kan. Schepers en Raas. En daar die twee mensen, ik denk dat het Gauthier is die daarbij zit. Nou komt er een andere man van post overheen. En dan gaat Raas in het wiel. Pevenage is erbij. Kijken wie er is. Lijkt me Cees Priem. Joop Zoetemelk doet dat zelfs. Goeiedag, Joop. Dan moet je toch kracht hebben. Keurig. Die heeft dat waarschijnlijk toch zien gebeuren. Die gaat vaart nemen. En dan kijken wat Raas er nu achter doet. Want dat is belangrijk. Joop Zoetemelk, die daar het falen van de velden zag. Kijk eens jongens, ja hoor, dat is prima gespeeld. En Joop, kan je nu doorhalen of niet? Wie rijdt daar achter dat gat vol? Raas doet er zijn werk, maar ze komen er toch achter. Uitermate boeiend geheel van deze etappe. 900 meter nu nog te rijden voor Joop Zoetemelk. Het gaatje is zoiets van 30 meter, maar oei oei oei. Wat een finale. Joop, die mond open, vol uit. En wie komt erop? Ploeggenoot van Kimar lijkt het mij toe. En dan zou het Bonnet zijn, want die zat in eerste stelling daar te fietsen. Joop Zoetemelk, nog altijd. En dat gaatje. Het is Kimar zelf. Het is Kimar zelf die dat doet. Pardon, Hinault zelf. Ik ben van Kimar, die knie die blijft spelen. Hinault haalt dus Zoetemelk terug. En Raas staat daarachter. En dan, laatste bocht. Zoetemelk, Raas. Zoetemelk is daar weg nu. Raas schakelt. Is het spel nu volledig? Raas neemt over en komt van heel ver. Komt van heel ver. Jan Raas of... Motor wordt afgeleid. Nu de vaste beelden. Graag. Jan Raas, ja, met groot gemak natuurlijk, hè. Het kan haast iets anders. Raas 1, Leo van Vliet 2. Dat is het. Schepers wordt 5 en daarvoor zat nog Jos Jacobs. Dat is een dubbel succes. En dat na dat merkwaardige finishje van de ploeg van Post, waar Johan van der Velde eerst dacht dat het kassa was.